Zijlijn Sport. Met vandaag de wedstrijd Blauw-Geel 38 tegen Top. Voor Blauw-Geel trainer Erwin van Breugel stond één ding vast. Dat was winnen van Top. Met die insteek kwamen de spelers terug uit de wedstrijdbespreking. Het verhaal van Top is gebekend. Het is een laagvlieger, bijeengeraapt door trainer Chris van der Dungen, maar wel met heel veel respect. De Ossenaren zijn aan vecht gekomen met maar liefst drie spelers die het afgelopen seizoen nog voor Blauw-Geel uitkwamen. Herhaal. De Ossenaren zijn aan vecht gekomen met maar liefst drie spelers die afgelopen seizoen nog voor Blauw-Geel uitkwamen. Guus Peters, aanvoerder. Rolf van der Boogaard en Koen Beljouw, dat zijn de heren die vanmiddag tegen Blauw-Geel in het strijdperk zullen treden. Opvallend bij Blauw-Geel is de speler van Stefano Verburg, die voor het eerst een basisplek krijgt van Breugel en Stijn de Looyer vervangt. We gaan naar de opstellingen. Blauw-Geel in het doel, Jeffrey Vendrig en achterin Van Loon, Van Vessem, Van de Akker en Langermans. Middenriff Dobbelsteen, Guler en Korkmaals, de bekende namen. Voorin Brian Peters en uiteraard Emiel van der Zanden en Danny Verbakel. De opstelling van Top in het doel Antonides, zoon van de huisarts uit Erp. En drie van Bakel, Westerlaken, die later nog geblesseerd uit zou vallen. Guus Peters, uiteraard, oud Blauw-Geeler. En Van Beljouw en Tuithof. Voorin van de Boogaard, Ali Bassik en Al Jama. We gaan naar de wedstrijd. De opdracht was winnen. En dat wilde Blauw-Geel maar al te graag. Stijn van Vessem. Die komt hier in duel met Maarten Spanjers. Kopbal terug van de Wiel van de Zand. Dat is het eerste doelpunt gelijk al van Brian Peters. Die met een hele aparte lop de meute verrast. En ze zijn er blij mee in Veghel. Vrije trap van Mustafa Guler. En dan legt hij hem terug op Brian Peters. En die geeft een heel mooi lopje. En die bal verdwijnt buiten het bereik van Antonides in het Osse doel. Brian Peters zet er de sokken weer eens in. En dat is een makkelijke prooi voor de Osse doelman. Blauw-Geel moet plooi terug. En hier zien we Arwan Tuithof. En hier kegelt Ali Bassik van Vessem omver. Goeie spits, Ali Bassik. Houdt de meute bezig. Stefano Verburg. Wordt hij neergelegd en krijgt uiteraard een vrije trap. En alle vrije trappen gaan via Mustafa Guler. En die kopbal draait weg van het doel van Danny Verbakel. En die loopt zich hier vast. Ja, en dat is een boogballetje van een boogballetje was dat van Tuithof. Maar daar had Vendrig tenminste moeite mee. Ja, daar zal zijn moeder geen weet van hebben van die overtreding, denk ik. Maar het viel allemaal mee. En opnieuw Brian Peters weggestuurd. Mooie combinatie. Maar het trof geen doel. Korkmaals speelt terug op zijn eigen doelman. Hardwerkend. Harder werken, Korkmaals. Belangrijk voor het team in deze fase. Ja, Stijn de Looyer is geschorst, dat weten we. En hij wordt uiteraard vervangen door Stefano Verburg. Nummer 7 speelt hij. Hier Danny Verbakel. Haalt de achterlijn. Maar vindt Antonides op zijn weg. Korkmaals. Verburg. Mooie combinatie.
En dan steeds die ballen naar de flank en op de snelheid van Peters. Maar die gaat voorlangs. Van Burg heeft de kans. Maar het schot is te slap om Antonides te verrassen. In tweede instantie misschien nog maar. Nee, dat is geen Hensie, man. Die krijgt die bal vol op zijn plaat. Kreeg echt de bal vol op zijn plaat. Let op. Hier. Ja, het lijkt op Hens, maar hij kreeg hem gewoon vol op zijn gezicht volgens mij. Nummer 8, Guus Peters. Een vreemde gewaarwording. Speelde jaren bij Blauw-Geel en dan nu in een rood shirt te zien rondlopen. Stefano Verburg. Had het zwaar. In fases, maar deed ook wel leuke dingen. Al in ieder geval een voldoende met zijn basisplek. Je gaat tijd afweer. Tweede helft. En hier gaat Brian Peters. Maar hij strandt op Antonides. En het schot van Emil van der Zanden dat levert niets op. Danny Verbakel en die scoort. En die bal die komt ook weer van Mustafa Goelen. Misschien dat in de herhaling nog te zien is. Alle goede dingen vertrokken bij hem afgelopen zondag. Let op. Kijk, daar komt die bal. En die is gewoon gemillimeterd hier. Op de voeten van, op de stropdas van Danny Verbakel. Die gaat scoren. Ja, mooi teamgoal. Prachtige teamgoal. En dat brengt de stand op 2-0. En ja, daar is het mee over en uit denk ik bij Top. Stijn van Vessem rukt op. Emiel van der Zanden. Die schiet hoog over. Had een prima bijdrage in het eerste doelpunt. Kopte terug op Peters die eruit scoorde al. Maar minuut of 6-7. Top probeerde het wel maar. Echte kansen kregen ze niet. Werd op het laatst wel een hele levendige fase. Hier stuit Van der Zanden op keeper Antonides. Hij heeft een beetje pijn. Steven Wessem zet voor. Maar... komt niet tot scoren. Het bal is corner. Mustafa Güler. Antonides werkt weg. In de omschakeling kreeg Top zeker kansen. En hier bijna voor de voeten van Anwar Tuithof. Maar die komt niet tot... hij kon niet uithalen. Danny Verbakel. En Jeffrey Vendrig, solide als altijd. Danny Verbaken gaat eruit. En Nicky Schepers komt erin. Hier opnieuw Brian Peters. Passeert met gemak. Hier Brian Peters. En die raakt hem net voldoende aan en het is 3-0. Ja, weet je wat het is met die Peters? Iedereen die bekritiseert hem wel eens om zijn stuitend egoïsme. Maar hij heeft toch een prachtige sheet overleg, want hij maakt altijd doelpunten. En dan gaat het tenslotte om in voetbal. Let maar eens op. Komt in balbezit.
En een klein tikje voldoende om de stand op 3-0 te brengen. Ja, op het laatste gat krijgt Stefano Overburg een publiekswissel. En ook Korkmasje wordt gewisseld. Ja. En hier fluit de scheidsrechter meteen af bij de blessure van Stan van Wessen. En die is ook meteen beter. Elwe van Breugel, vandaag met 3-0 gewonnen van top. Ja, ik wou bijna zeggen een wereldprestatie is het niet, maar je moet ze wel winnen. Ja, dat zei ik net ook in de kledingkamer. Van, er wordt van ons, denk ik, verwacht dat we deze wedstrijd in ieder geval de bovenliggende partij zullen zijn. En dan moet je hem nog maar zien te winnen. En ik denk over heel de wedstrijd genomen dat wij daar gewoon goed hebben gedaan. We krijgen veel kansen, denk ik, over heel de wedstrijd genomen. Nou, het enige waar we ons wel kwalijk mogen nemen, door het 1-0 samen met rust. Ik denk dat het 2-3-0 had kunnen moeten zijn. En dat is hetgene wat we niet hebben gedaan. Maar ja, om op je vraag terug te komen, ik denk dat we wel, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar we hebben het wel met volle overtuiging, vind ik, vandaag 9 minuten volgehouden. Ja, dan moet je toch, je gaat op een moment toch twijfelen, gaan we die 1-0 verdedigen? Of als die 2-0 niet valt, ja, dan valt hij gelukkig. Dus dan wordt het anders. Maar ja, ik zag bij Vlagen top, aanvallend kwam er ook niet heel erg veel uit. Maar ja, omdat blauw-geel ver opgetrokken stond, kregen ze kansen natuurlijk in de omschakeling. Nou, ja goed, ik moet zeggen, we hebben wel aangegeven, we gaan voor die 2-0. Ik denk dat we daar ook heel de wedstrijd wel hebben uitgestraald. Natuurlijk... Had er geen risico met zich mee, dat dan een gelijkmaker valt? Ja, maar goed, daar heb je ook op het moment dat je niet voor die 2-0 gaat. Hè. Dus de risico is dan ook aanwezig. Nee, ik denk juist dat je bij de les moet zijn en voor de 2-0 moet willen spelen. Als je gaat zeggen, van nou, we houden 1-0 maar vast en we kijken wel of we de tweede kunnen maken. Ja, dan krijg je een beetje gemakzucht of lamlendigheid over de ploeg. Dus dat hebben we niet gedaan. En die jongens die hebben de tweede helft, vind ik, ook fantastisch toch opgepakt. Het was wel momenten wat rommeliger. Maar ja, goed, als jij over 90 minuten lang eigenlijk geen kans weggeeft en zelf het nodig creëert, dan mag je in ieder geval tevreden zijn. Ja, het gebeurde over rechts een paar keer. Hè? Daar viel nogal eens, daar kregen ze wat ruimte. Hè? Over hun rechterkant, de blauw-geel de linkerkant. Ja, nou ja. Ik denk dat ze over heel de wedstrijd, ja, ik kan me geen kans herinneren misschien van de spits. Hè, die... Ik tel even de zegeningen van top nou, hè? Ja, nee, dat mag. Ja, goed, ik denk dat wij het verdedigd gewoon goed op orde hadden. En of dat dan over links misschien wat minder was, nou, volgens mij, voor mijn gevoel in ieder geval niet vanaf de kant. Ik denk dat wij als team zijn het goed hebben gedaan. Alleen op een gegeven moment werd de ruimte iets groter, omdat we in de omslag ook wat slordiger waren. En daar hebben ze momenten gebruik van kunnen maken, maar er gebeurde eigenlijk te weinig. In onze ogen, tot wij, of in mijn ogen, dat we daardoor in het probleem waren gekomen. Ja, je zei, we waren meer op zoek naar de 2-0, maar ook na de 2-0 was je nog op zoek naar de 3-0. We stond ver naar voren. Ik bedoel, blauw-geel ging gewoon voor de winst. Ja, nou ja, goed. Ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik niet vaak. Want als je wint, dan ben je blij. Maar hij vloot bij 45 minuten precies af. En ik had eigenlijk zoiets van, nou, had nog wel een minuut of 3-4 bij mogen tellen, omdat ik, ja... Dat je zelf op je klok bijhouden, want de telling was uitgevallen op het scorebord. Ja, dat klopt. Ik had mijn horloge aangedrukt. Dus ja, echt precies op 5 minuten drukte af, terwijl hij het eerst zelf 5 minuten door laat spelen. Maar 3 punten is het belangrijkste. Alleen om aan te geven van, ja, tot ik het met Vlagen naar mijn zin had om naar ons team te kijken. En ja, dan win je met 3-0 en dat is prima. Freek Langemans, met 3-0 gewonnen van, van wie? Van Top, hè? Top uit Os. Ik zou zeggen, proficiat. Ja, dankjewel. Ja, verdiende overwinning? Ja, ik denk zeker wel. 3-0 is best ruime uitslag. Het had in principe nog wel wat meer kunnen zijn, denk ik. Goede positiespel waaruit de 3 goals komen eigenlijk. En ja, heel de wedstrijd geconstateerd gebleven. Dus terecht overwinning, zeker. Ja. Ja, je meespeler was na afgelopen zondag eigenlijk nog een vraagteken. Het zag er allemaal niet al te best uit, maar dinsdag trainen we mee. Ben je naar Lourdes geweest? Nee, klopt. Ik ben zondag uitgevallen met een blessure. Ik had al een blessure aan mijn knie, dat klopt ook. En het was gelukkig maar een kleine kneuzing. Dus ik had erg veel pijn zondag, maar naarmate de week vorderde ging het steeds beter. Dus ik ben gewoon gaan trainen en gelukkig was ik fit vandaag. Dus. Ja, je bent halverwege, nou niet halverwege, in ieder geval na een wedstrijd de 5-6 ben je ingestapt bij blauw-geel. Je komt uit Waalwijk, hetzelfde stad is het, hè, Waalwijk, hè, als de trainer, Erwin van Breugel. Vertel eens iets, hoe ben je hier gekomen? Nou, ik heb natuurlijk afgelopen seizoen bij Jong Brabant United gespeeld, opleiding van RKC in Den Bosch. Daarna ben ik naar KV Turnhout uitgegaan. Door bepaalde redenen ben ik daar toch niet heen gegaan, waardoor ik zonder club zat.
Het was moeilijk voor mij om aan een nieuwe club te komen, omdat ik met de KNVB dispensatie moest aanvragen. En ik heb contact met Erwin gehad, heeft er het allemaal opgevat. En ja, daar hebben we er werk van gemaakt. Blauw-geel, mooie club natuurlijk, hoofdklasse, goed niveau. Kan mezelf gewoon blijven ontwikkelen. En uiteindelijk ben ik hier en ben ik echt blij mee. Ja, ben je tevreden over je zegt het zelf, je ontwikkeling? Je speelt nog een paar wedstrijden mee, maar goed, je hebt toch een vaste plek in het team? Ja, klopt. Kan altijd beter, vind ik. Ik vind dat ik kijk wel kritisch naar mezelf, eerlijk gezegd. Wij ook. Dat is alleen maar goed. Bijvoorbeeld vandaag verdedigend gewoon prima gespeeld, denk ik. Niet veel in de problemen gekomen. Balbezit kan altijd beter, maar ik denk, ik kom ook steeds beter in de groep. Ik moest wat aanpassen aan iedereen, alleen gaat steeds beter. Dus zeker goede toekomstverwachtingen. Ja, 5 wedstrijden of 4 wedstrijden verloren in het begin. De weg omhoog is gevonden en aanstaande zondag Udi. Ja, dat betekent heel wat in Veghelier. Ja, dat heb ik meegekregen. Ja, inderdaad, belangrijke wedstrijd. We hebben volgens mij 4 keer achter elkaar de 0 gehouden nu. 4 keer op rij ongeslagen, nou gewonnen. Dus ja, wij zijn zelfverzekerd en we gaan die punten gewoon meenemen bij Udi. Dus het gaat goed komen. Freek Langermans, dankjewel. Ja, alstublieft. De stand in de hoofdklasse B. Dongen nog steeds aan de leiding. EHC Heuts op een tweede plek. Die wonnen van Udi 19. Ja, dan Gemert en Dosco. Blauw-geel klimt op naar een wat voordeliger plek. Met 13 punten uit 12 wedstrijden. En het kijkt allemaal wat rooskleuriger voor de Veghelaren. Dit was Skyline Sport. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we graag bij u terug met de wedstrijd Udi 19 tegen Blauw-geel. En dat is een echte clash. Een echte derby. Skyline Sports.